Voor mij is inclusief onderwijs in essentie het gegeven dat elk kind mag en kan deelnemen op zijn of haar manier, kan participeren in een onderwijscontext van leeftijdsgenoten, waarin dat kind kan groeien en alle kansen krijgt om te groeien, samen met andere kinderen, zonder dat daar eigenlijk ja, grenzen of limieten worden bepaald. Of zaken worden opgelegd. Goede communicatie en een goede samenwerking zijn essentieel in elk onderwijstraject, maar zeker in het geval van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We zien dat om die reden ook terugkeren in het referentiekader onderwijskwaliteit, kortweg het ROC. Dus het belang daarvan is duidelijk aanwezig. Goede communicatie en een goede samenwerking zijn ook zaken die niet zomaar uit de lucht komen vallen als we spreken over kwaliteitsvol onderwijs. We vinden ze ook terug in het handelingsgericht werken. We vinden die twee zaken doorheen de verschillende uitgangspunten van handelingsgericht werken terug. En handelingsgericht werken helpt ons eigenlijk ook om die twee zaken, een goede communicatie en samenwerking, om daar concreet invulling aan te geven. Ik ga nu even stilstaan bij een aantal zaken die daar toe bijdragen. Ik zal eventjes dat kort duiden, waarin dat we dat juist terug kunnen vinden. Enerzijds is er het tweede uitgangspunt dat uitgaat van het transactionele. Een kind staat niet op zichzelf en is voortdurend in interactie met zijn omgeving, zowel op school als thuis. Dus die wisselwerking tussen beide omgevingen, contexten en de afstemming daartussen is zeker belangrijk. Daarin zien we ook dus die goede communicatie en samenwerking in terugkeren. Handelingsgericht werken gaat er ook vanuit, of een van de uitgangspunten is, dat leerkrachten en ouders ertoe doen, elk met zijn ervaringsdeskundigheid of deskundigheid. En het is belangrijk om beiden in hun kracht te zetten, maar dat vraagt natuurlijk ook afstemming tussen beiden, zodanig dat er op beide ondersteuningsbehoeften die er leven, zowel bij ouders, maar ook bij leerkrachten, om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Dat daarop wordt ingezet. Uitgangspunt 6 van handelingsgericht werken, het constructief samenwerken, verduidelijkt nog meer of geeft meer invulling aan een goede samenwerking. Het gaat in eerste vooral over een constructieve samenwerking die focust op positieve zaken, waarbij dat elke partner zijn ervaringsdeskundigheid kan inbrengen en dat dat ook elkaar versterkt. Het focust ook op de gedeelde verantwoordelijkheid en een gelijkwaardig partnerschap. Elke partner heeft een gelijkwaardige positie rond de tafel en ik kan ook zijn inbreng doen en wordt gehoord. Er is een actieve vorm van betrokkenheid. Een laatste is systematisch en transparant uitgangspunt binnen handelingsgericht werken. Doorheen de communicatie en samenwerking is het belangrijk dat we dat eigenlijk ook concretiseren, dat dat ook op die manier gebeurt, zodanig dat elke partner voldoende betrokken is en geïnformeerd of toch zicht heeft op welke stappen eigenlijk allemaal worden ondernomen. Zeker als het gaat over jouw eigen kind, wil je graag op de hoogte blijven van waarom iets gebeurt en hoe iets gebeurt. En wil je ook als ouder jouw ervaringsdeskundigheid daarover inzetten? Wij vragen meer ambitie voor inclusie.